Het Stedelijk Museum Alkmaar ligt in het centrum van de stad. Vanaf het station de straat schuin rechts in en dan de toeristische wegwijzers volgen. Dat kan niet missen. Je loopt er, zoals men dat zegt, blindelings naartoe. Maar ik zou toch maar minimaal één oog open houden. Dat is toch makkelijker. Al snel zie je de grote kerk en dan is het daar links tegenover allemaal nieuwe gebouwen, waaronder de bibliotheek en het museum. Het culturele hart van Alkmaar dus. Het is een van de oudste musea in Nederland, geopend in 1875. Maar dit moderne gebouw is uit 2000, met in de centrale hal weinig opsmuk. De betonnen muren met oude beelden staan in schril contrast met de vrolijkheid in het facilitaire gedeelte, open voor het publiek. Misschien even verpozen op de kleurrijke banken. De menukaart biedt een verrassende en grappige keuze die refereert aan Alkmaar, bijvoorbeeld Gouden Eeuw, Alkmaars ontzet en Spaans beleg. Dat had mijn voorkeur. Leuke winkel erbij, tafels goed verzorgd, eenvoudig maar goed, super. Het museum heeft uitvoerige informatieteksten, zowel bij de aparte voorwerpen en schilderijen als bij de algemene borden. Zo leer je nog eens wat. Zo word je als toeschouwer meegenomen met wat er nodig is om een en ander te duiden. Je kijkt niet alleen naar dingen, je leert er ook over. Dat gebeurt ook in de talrijk aanwezige audio-installaties, teksten om naar te luisteren en ook wel eens oude volksdeuntjes waarbij je de benen niet kan stilhouden. Mooie muziek hoor, voor de bevrijding van Alkmaar tegen de Spanjaarden. Ik zie het. Mooi deuntje. In 2023 wordt het museum verbouwd. Een en ander is al weggehaald, onder meer de maquette van de stad in 1650, die in de inkomsthal stond. Ook was er een hele zaal portretten van Alkmaar. Dat zal ongetwijfeld terugkomen in de nieuwe opstelling. Lokale kunst en lokale geschiedenis in één. Veel interactieve opstellingen waren er. Zo kon je bijvoorbeeld de polders rond Alkmaar droogmalen. Let op. Ik zet nu de molens neer. Ja. Er gaat nog een bootje, 1548, 1561 zijn we al. Okay. Gaat al erg snel, zeg. 1566, nog meer molens. Zie je, je moet draaien ook hard. Centjes. 66. Kijk, de Beemster is al land. Zie je? Het Stedelijk Museum Alkmaar heeft ook een aantal prachtige schilderijen, zoals deze Zaanredam. Een joekel van een schilderij, het binnenaanzicht van de grote kerk om de hoek van het museum. En het zicht op Alkmaar van Salomon Ruisdael. Het is echt een ongelooflijk mooi landschap. Van Ruisdael is natuurlijk beroemd geworden om zijn landschappen. Die hier zie je toch vrij tonaal is. Dat betekent in één kleur al die bruinen die hij daar gebruikt. Een beetje grijze, maar dan is die lucht niks tonaal. En de details die erin zitten zijn ongelooflijk spannend. Die mensen aan de waterkant. En dan zo'n uitgang van het water, een tunneltje. En dan weer de kerk. Het is waanzinnig mooi geschilderd en goed. Het is echt een felicitatie voor dat museum waard.